Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Zoals ik in de vorige video zei, ben ik eens benieuwd wat dat er gaande is in de energieën. Dus we gaan eens zien wat de boodschap even doorkomt, omdat ik merk dat er verschillende mensen op verschillende tijdstippen problemen hebben met hun energie en concentratie, en ook in die zin dat ze precies het gevoel hebben dat ze uit hun lichaam gaan, dat hun energie uit hun lichaam gaat. Ik weet dat dat sowieso ook een teken is van upgrades. We gaan eens zien wat er gaande is. Sowieso zitten we al in het Leeuwenportaal, dat is al geopend en dus de piek ervan is op 8 augustus en dit jaar is het niet zomaar een 8-8. Het is eigenlijk een 888-portaal, aangezien we 2024 jaar zijn. Oké, wat is er gaande? We krijgen de 5 van kristallen. Zien dat het op de camera staat. Met de 6 van orbs. Orbs in dit deck heeft te maken met gedachten, met de mentale wereld. En je ziet hier ook, hier heb je ook dat ding van Metatron. Wacht, ik kan het goed zien. Misschien niet zo heel goed. Maar dus ook de cube van Metatron. Dus wat dat er gaande is op dit moment in het collectief, heeft te maken met de nieuwe maatschappij dat we aan het creëren zijn. Maar door het feit dat we nog veel te veel kijken naar de ideewereld van waar dat we zitten, en dus proberen met onze mind in te vullen, zorgt dat ervoor dat we eigenlijk meer problemen gaan creëren dan dat nodig is. We zien dat er hier op staat, krijgen we de 4 van orbs omgekeerd, met daar de 4 of flames. Dus ja, we zijn inderdaad onderweg naar die eenheid in onszelf, hè, mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf, omdat we uiteindelijk ook die eenheid met een connectie en met iemand anders krijgen. En we zien hier, de rode onderliggende draad is de Ace of Orbs. Dus, in een ander deck is dat de Ace of Swords. Dus een nieuw begin, een andere manier van denken. Ik ga die daar leggen. En dus zitten we nu nog te veel in die energie. Te treuren omdat er verkeerd gegaan is. En we zien we eigenlijk niet het grotere plaatje. En daarom zijn deze readingen, deze video dus ervoor om dan inzichten te brengen. Zodanig dat je weet wat er gaande is. Voor degenen die interesse hebben in een persoonlijke individuele reading, een transformatiesessie of een channeling. Vanaf vandaag zijn ook die allemaal weer beschikbaar. Afhankelijk van de vraag, ga ik die zelf doen of gaat die door Sarah uitgevoerd worden. En vanaf september start ik ook met een coachopleiding. Dus als je zegt, van, oh, ik heb eigenlijk altijd al wel als coach willen werken. En ik resoneer wel met jouw energie, met mijn energie dan. Dan zou ik zeggen, kijk eens, check eens de link onderaan de video, spirituele coach opleiding, of eigenlijk opleiding tot spiritueel transformatiecoach met specialisatie healer met de universele vlammen. We krijgen hier de sterkaart, dus we zijn eigenlijk bezig in het transformeren in die ster, in die complete wish fulfillment, dus volledige diepe verwensvervulling. Alles loopt smooth, alles, elk vlak in ons leven is eigenlijk zoals we het gedroomd hebben. We leven eigenlijk ons droomleven. Maar daarvoor moeten we dus de verbinding hebben met de emoties en ook met de gedachten en alle andere elementen van het universum. Ook alle andere elementen die van jou maken. Onderliggend hebben we de 4 van bekers. Dus wat zijn we eigenlijk aan het doen op dit moment? Wat zijn heel veel mensen, het collectief aan het doen? Is eigenlijk aan het treuren voor dingen dat ze moeten loslaten. Dingen dat ze door het universum misschien kwijtgeraakt zijn omdat ze veel te lang vastgehouden hebben. Relaties die ten einde zijn, waarvan dat ze eigenlijk veel te lang erin gezeten hebben, maar die voor het universum zoiets heeft van, het is genoeg geweest, we gaan vooruit. Wat is hetgeen dat we dan moeten weten? Rond wat dat er op dit moment gaande is. Wat moeten we weten en wat is er op dit moment gaande? Dan krijgen we de redder van munten. Dus zoals ik daarnet ook zei, we zijn bezig met het verder creëren van een nieuwe wereld, met de 8 van bekers, de 5 van bekers, dat we net ook gezien hebben. Wat is het nog?
de oneenigheidskaart. En dit deck is een extra kaart in de tarot deck. Dan hebben we de maan. Dan bedenken we aan de nieuwe maan dit weekend. De knecht van munten maar omgekeerd. Wat dat logisch is, want eigenlijk hebben we hier al de ridder. En dan hebben we nog de vier van bekers en de hierophant. Dus. En wat het hier ook gaat over het creëren van nieuwe structuren. En dat zien we ook aan de onderkant. Hebben we de foolkaart. De foolkaart is eigenlijk iemand die volledig onbeleerd is. Die onschuldig is. Die nog totaal niks van ervaring heeft op geen enkel vlak. Dus die eigenlijk nieuw is in een bepaald gebied. En nu in dit geval, in ons verhaal hier, is dit dat we gewoon nieuw zijn in het hoe gaan we dat dan gaan doen? Hoe gaan we dan een nieuwe maatschappij gaan creëren? Terwijl het de oude aan het afbrokkelen is. We zien hier heel veel verdriet weglopen van situaties die niet meer er zijn. We weten dat we iets nieuws aan het creëren zijn. En daarover gaat ook het infinity symbool. Gaat over van, ben je in staat om, ongeacht de emoties die je ervaart, rond verlies, rond stagnatie, rond vastzitten, rond obstakels en problemen, ben je in staat om toch doorheen de illusie te kijken, wat de maan ons soms brengt, en te wachten totdat het uiteindelijk weer volle maan wordt, omdat het licht dan gaat schijnen en dat we ook gaan zien in het donker wat er eigenlijk echt gaande is. En dus niet de bewijzen van de 3D-wereld, of hoe dat je realiteit er nu uitziet, als een tool gaan gebruiken om keuzes te maken. En wat ligt de onderkant? De onderkant hebben we de 5 van munten. Exact wat we hier ook hebben. Maar omgekeerd. Waarom omgekeerd? Dan hebben we de knecht van wanten en de knecht van zwaarden. Dus we zijn gewoon heel gans nieuw. En uiteindelijk King of Pentacles. Dat is waar we naartoe gaan. Dat is waar we gaan, gaan manifesteren. Maar het is dus natuurlijk belangrijk dat we standvastiger worden. Dat we meer zelfvertrouwen krijgen in het leren handelen van het element water, wat je heel duidelijk hier ziet. En de realiteit, ik vind het eigenlijk heel mooi om te zien dat die twee zijn exact dezelfde kleuren. Maar dit is eigenlijk een meer geëvolueerde versie dan deze. En deze ligt ondersteboven. Want die hebben we niet meer nodig, die fase zijn we gepasseerd. Dus we gaan niet meer terug daarnaar. Ook al is het soms verleidelijk om daarnaar terug te gaan, dit gaan we toch niet doen in deze fase. Dus wanneer dat je voelt dat je energie omhoog getrokken wordt, het gevoel dat je energie veel te hoog hangt, dat je het licht bent in je hoofd, of dat je zelfs geen energie hebt om iets te doen, weet dan dat ook jij doorheen die fase gaat. En dat je eigenlijk de volledige gronding die je had, losgekoppeld wordt. En dan word je eigenlijk ingeplukt, om het op elektronische manier te zeggen, in het grid van de nieuwe aarde, van die hogere energie. Want die wereld, die aarde is er al. En ook hier zie je ook weer die weerspiegeling van de verschillende elementen. Net zoals de verschillende planeten hun eigen route rond de zon draaien. En ten opzichte van elkaar dan ook weer een belangrijke rol spelen. Hebben de elementen in onszelf, zijnde vuur, water, lucht, wat heb ik nog gezegd, en aarde. En dus natuurlijk je ziel, het ether, diamant, ook belangrijke stukken ten opzichte van elkaar. Maar het is belangrijk dat je leert het oneindige te omarmen in jouw mentale. En dat je leert die emoties die er zijn, want dat heb ik ook gezien, maar hier ook een combinatie gezien van water en de orbs hier, dat zijn de mentale dingen, dat we die leren op een goede manier samen te gaan gebruiken in een soort van tandem. Onder leiding, want de dolfijn hier in dit deck is eigenlijk het symbool voor je hogere zelf. Dus onder leiding van het hogere zelf weten we dat, met de cube van Metatron, dat alles samen met elkaar verbonden is. Dat we leren wat dat betekent om vanuit een eenheidsbewustzijn hier een leven vorm te geven, een fysiek leven in 3D vorm te geven, zonder onze eigen identiteit te gaan verliezen. Want daar gaat het over. We moeten niet allemaal gewoon kopietjes van elkaar worden. Dat is niet de bedoeling. We moeten onze eigen unieke essentie verder gaan neerzetten en uitdragen. Want dat is de manier waarop we belangrijke talenten en kwaliteiten naar de wereld brengen, in de wereld te brengen. Wat is het nog dat we mogen meegeven? Oh, ik ben nu bijna alle kaarten aan het verliezen. Ja.
stop hoor ik, dus dan doen we dat. Ik vind het ook mooi aan de onderkant van het dek. Solar Light Upgrade. Solar Plexus Chakra Inner Fire Willpower. Dus dat is hetgeen wat er ook nu aan het gebeuren is. We krijgen een upgrade. Afhankelijk van waar hij staat in jouw groei, ga je exact die upgrade krijgen die voor jouw proces, waar jij nu staat, van belang is. En ik zeg, en ik hoor ze, ik kijk van onder. En wat zien we dan? Zie, de verspieling ook, de verbinding. Dan krijgen we Sword of Light. Dat is exact waar we hier gaan, over de swords, over het mentale. En daarin ben je ook beschermd. Het is belangrijk dat je koorden doorsnijdt met alles wat je niet langer dient. Want omdat je op die manier dan eigenlijk een doorbraak creëert. Dus, met andere woorden, ook al gaat het over een update, het is jouw keuze hoe je erover denkt. En het is jouw keuze om te kiezen op welke manier je het dan gaat gaan integreren in het hogere of in je pad. Wat krijgen we nog? De Tot Light Codes met Light Initiation, Great Teacher Awakening en Divine Magic. Dus ook weer een bevestiging van wat er gaande is. Sommigen gaan misschien ook meer resoneren met de toot. Ik weet nooit hoe je dat moet uitspreken, maar kom. Maar dus het belangrijkste is die lightcode. Dus weet dat jij de lichtcodes gaat ontvangen die je nu nodig hebt. Via deze reading, via de beelden, via de kleuren, via de energieën die hier in deze reading aanwezig zijn. Als je werkt met de universele vlam, via de universele vlammen natuurlijk ook. Want, wat zien we? Akashic Stargate. Aligned with purpose, crossroads, no wrong path. Dus je ziel wordt geleid. Ik ga het mooi stonen, want het is wel een mooie kaart. Je ziel wordt geleid naar de juiste poort dat nu mag doorheen gaan. Zodat hij geleid wordt om nog meer van je ziel en van je hogere zelf hier te ankeren op aarde en neer te zetten als dat bedoeld is. Oké, ik split het deck en wat krijg ik? Tree of Life, Travel On. Dat is hoe dat over gaat. Ook die verschillende sferen. Dus de verschillende werelden eigenlijk. Verschillende energieën. Voor degenen die daar kennis over hebben. Of de Tree of Life al bestudeerd hebben. Die gaan ook weten dat in elke sfeer. Ach, ik kan het nu niet zeggen. In elke sfeer, ik ga het zo zeggen. Ook planeten verbonden zitten. Dat er daar ook aardsengelen in verbonden zijn. Dat je een wit en donkere kant en een lichte kant hebt. Dat je ook de Tree of Life in het licht hebt, maar je hebt ook een in de schaduw. Dus je kan hem ook via het lichtepunt gaan lopen. En eigenlijk moet ik hem zo tonen, want hier zie ik op de kaart dat de aarde onderaan staat. En dan klopt het beter. Dan is dit hier de bron, dit is de aarde en daar is tussen dingen. En er is één. Dit punt, via dit punt, is eigenlijk de void. En kan je ook alles dat je ervaart en terugvindt op... De andere punten in de Tree of Life kan je ook op deze manier gaan ervaren. Maar dit is het pad van de leegte en dus van de zwarte diamantenvlam. Van de zwarte vlam. De diamantenvlam, de zwarte vlam. En dit is de spiegeling, weer spiegeling van wat er gaande is in de Tree of Life. En er is zo'n Tree of Life voor elke maatschappij, maar ook voor jouw leven is er zo'n specifieke Tree of Life. En wat doen we als we geïncarneerd zijn? Dan dalen we neer tot in het fysieke. En bewustwording gaat erover dat je eigenlijk alle mensen terug meester wordt om uiteindelijk terug weer te verbinden met het hogere. Ik kan dat hier leggen, zodat je ook weet dat daarover een boodschap gegeven werd. Niets wordt zomaar gedeeld. En ook al snap je nu niet wat ik net verteld heb, dat is niet erg. Je ziel neemt en pikt die dingen eruit die nu van jou belangrijk zijn. Het kan zijn dat je later tijd nog een keer terugkomt, omdat je opnieuw weer op de Tree of Life terugkomt en je zoiets hebt van, ah ja... Dat was dat Lindsay bedoelde. Dus maak je er ook geen zorgen over. We zien we. Letting go. Time for release. En ik moet ook weer boeren laten. Dus boeren laten. Dus angsten ook loslaten. Het is oké. Vertrouw. Het is oké. Oeh, er zit er al in gedraaid, zie ik. Waar is die nu? Hier, beacon. Ja. Laat los en wees zelf ook dat licht. Door het zelf je op eigen pad te lopen, ga je ook het licht schijnen voor anderen. En ik denk dat dat een van de meest of eigenlijk de minst gewaardeerde taken hier op aarde is, omdat er geen uiterlijke 3D herkenning en erkenning en vergoeding voor is. Maar weet dat ook op dat moment, wat is de 444, dat het universum en jouw team je daarin ook ondersteunt en dus dat je eigenlijk op een onzichtbare manier er ook voor beloond wordt. En als laatste krijgen we nog chakra, die ook weer helemaal past bij de light upgrades dat we kregen. Want chakra en light body, 8 en 3 is ook 11. Dus misschien dat er ook tweelingvlammen zijn die luisteren. Maar dus,
Jouw lichtlichaam krijgt op dit moment ook weer een boost, weer een upgrade. Dus als het niet lukt, als je moe bent, als je voelt dat je energie niet volledig geankerd is, ik zou zeggen, werk ook met de vlammen. Kijk, je ziet er ook de verschillende kleuren. Kijk naar welke kleur dat je meest wordt toegeleid. Ga naar de playlist hier op YouTube van de verschillende transmissies en laat je leiden tot welke transmissie dat er nu op dit moment jou behulpzaam zou zijn. Of vraag gewoon ook aan jouw team, aan de lichtwezens of aan de universele vlammen, om jouw energie te gronden. Om je grondingscode te optimaliseren en om jouw energie te transformeren naar optimaal. En ook dan, dat gaat jou al een stuk verder helpen. Maar het is dus belangrijk, hoe meer dat je die hogere energie gaat gaan belichamen, hoe meer dat je de reflectie maakt en eigenlijk een automatisme aanleert om constant je gronding aan te passen, om constant je energie zuiver te houden, om constant dingen mee helpen te transformeren. En hoe verder je op het pad loopt, ga je dat eigenlijk automatisch gaan doen, omdat er ook een stuk gaat volledig geïntegreerd zijn, gaat er ook een stuk automatisch gebeuren zonder dat je er altijd bewust moet van zijn. Maar dus in het begin is het belangrijk dat je er bewust van bent, want dat heeft te maken met je vrije wil. Een les die je leert via de blauwe vlam in het programma Universele Vlam, dat is de eerste module, gaat over de blauwe vlam, gaat over de divine will versus de vrije wil. Dus de goddelijke wil of de wil van het universum versus je eigen vrije wil. Voilà, ik ga het hier belaten. Ik ga het hier belaten. Ik was aan het denken of nog een andere, maar dan is het vanuit mijn ego en dat gaan we niet doen. Voilà, ik wens je vast heel veel weekend en tot de volgende.